aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar in Zwarthoed, adviseurs en verzekeringen, Mick Volendam kraanverhuur, Tol plaatwerk, Kras recycling en Kivo plastic verpakkingen. Ajax wint met 5-1 in de Champions League van Sporting Club de Portugal. En Sebastian Haller, 4 keer gescoord, Jack. Ja. Wat een spits. Edward, de criticasters die zijn de mond gesnoerd, hè? Ja. Ja, dat deed het goed. Over de Champions League, over Ajax gaan we het hebben. Net als over AZ, Volendam en Telstar in aflevering 7 van De Aftrap. Hij floot van de zomer de halve finale van de EK voetbal. Engeland-Denemarken, afgelopen dinsdag nog in de Champions League. Lille tegen Wolfsburg. En komende zondag PSV Feyenoord. Danny Makkely, welkom. Dankjewel. En tussendoor zit je hier aan tafel. Dat is denk ik het leukste moment van de week. Dit is het hoogtepunt van de week. Heb je een mooie wedstrijd gehad in Frankrijk? Ja, was zeker leuk. Ook weer het weerzien met Mark van Bommel. En Wout Weghorst, ja, de trainer. Ik moet zeggen, ik heb met Mark van Bommel altijd goed contact gehad. Ook in Nederland, toen hij hier nog trainer was. En zelfs voetballer. Want ik heb hem ook nog een paar keer gefloten toen hij bij PSV speelde. Een lastig baasje voor de scheidsrechter. Hij was inderdaad niet de meest makkelijke speler, dat klopt. Maar wel altijd respect. Onze tweede gast is Maarten Spanjer. Ja, als we de carrière van Maarten moeten belichten, dan denk ik dat we hier volgende week nog zitten. Ja, dat is gigantisch. Dat ken je helemaal niet. Hij is acteur en schrijver en heeft zelfs 1 seizoen contractspeler bij je geweest bij FC Amsterdam. Zou je nu voetballer willen zijn? Jawel hoor, ja. Ja? En wat zou je dan zijn voor voetballer? Ja, zoals ik vroeger voetbalde, bedoel je? Zeg maar, ja. Nou ja, het leukste is denk ik spits, maar daar had ik de kwaliteiten niet voor. Dus dat zal wel weer middenveld worden. Ja. Was je een duurloper? Of? Ja, een duurloper, niet snel. Niet snel? Nee. Maar waarom 1 seizoen eigenlijk? Mijn trainer zei altijd, die vroeg zich altijd af of ik slakken had gegeten de vorige avond. Nee, maar waarom maar 1 seizoen eigenlijk? Nou, het was niet eens 1 seizoen, het was een half seizoen. Volgende vraag. Ja, kijk, want je zegt van god, ja, die carrière van Maarten. Maar het was toch allemaal net niet. Net niet? Nee. Maar heb je de spijt van Maarten dat het zo kort heeft geduurd? Of denk je van, ja, nou, ja, zat het niet was meer niet anders? Er zat niet meer in. Nee, er zat niet meer in. Ik ben nog wel uitblinker geweest bij het artiestenelftal, maar dat word je al snel. Ja, je hebt nog gevoetbald met mijn broer Gerrit, hè? Ja, geweldig. Ja, ja, dat, jij doelt op dat verhaal dat wij speelden op een gegeven moment in een provincie. En we stonden met 1-0 achter en ik had wel de wil om te winnen. Maar dat is altijd heel onhandig als Ben Kramer in je elftal zit. Ja, de clown. Ja, het was maar een clown. En er komt een vrije trap. En Gerry die stelt zich achter de bal op. En ik denk, nou, die gaat feilloos de bovenhoek in. En ineens doemt Ben Kramer uit het niets op. En geeft die Gerry een enorme down naar achteren. Die zegt, ik neem hem wel. En toen schold ik hem helemaal zijn huid vol. En Gerry bleef heel rustig. En onder het schelden passeerde ik Gerry nog even. En die zei op plat Volendams, dat kan jij beter, van, ja, hij kan niet voetballen, maar zingen kon je ook niet. In ieder geval leuk dat je er bent, Maarten. Ja. En uiteraard zijn we ook weer blij met onze gastvrouw vanavond, Nettie Schilder. Hey, goedenavond. Goedenavond. Hoe vind je het dat deze gasten er zijn? Ja, geweldig. Ja? Ja, ja. Nettie heeft mij nog naakt gezien. Ja. Vertel. In de Chameleon. Ja, wie niet? Ja. En? Viel het mee? Er kwam hier het water uit. En Sjaki, ik heet Gerben. En mijn zoontje die kwam dan niet meer bij van het lachen. Dus ja, sorry, maar daar ken ik hem van. Ja, nou lekker. Ja. Goed. Nou, welkom. Zaterdag speelt Ajax in de competitie tegen Cambuur. Maar de wedstrijd was natuurlijk woensdag in de Champions League tegen Sporting Club de Portugal. 5-1 gewonnen, 4 goals van Haller. We zijn het al bij de introductie. Danny, jij floot Lille-Wolfsburg. Heb je dan nog tijd om een dag later naar zo'n Champions League-wedstrijd te kijken? Zeker, ik kijk ook heel graag. Het is natuurlijk onderdeel van mijn vak. Dus ik vind sowieso voetbal kijken leuk. Champions League is wat mij betreft de mooiste competitie die er is. En zeker als scheidsrechter daar onderdeel van uit te maken. Ik kwam woensdagmiddag terug vanuit Lille. Ik ben met de auto geweest, want het is vanuit mijn woonplaats maar 2,5 uur rijden. Dus dat was goed te doen. En gisteravond lekker het schakelprogramma gekeken. Ja, en let je dan nog specifiek op de scheidsrechter, Sanchez in dit geval?
Nou, ik moet zeggen, je ziet ze dan allemaal voorbij komen. Want het leuke vind ik van het schakelprogramma is dat je dan de highlights krijgt te zien. En uiteraard heb ik ook de scheidsrechter bij Ajax voorbij zien komen. Ik kan dus niet oordelen hoe de scheidsrechter de hele wedstrijd heeft gefloten. Maar ik heb gisteren goede beslissingen gezien. Ook een aantal minder goede beslissingen. Maar dat zit opgesloten in arbitrage. Je hebt trouwens veel contact met de internationale scheidsrechters. Ja, ik heb wel een aantal collega's waar ik regelmatig mee contact heb. Via de WhatsApp. Al is het om succes te wensen. Of als ik hem heb zien fluiten en hij heeft gewoon een hele goede wedstrijd gefloten. Dan feliciteer ik hem daar ook mee. En kijk, we zijn allemaal collega's. We weten hoe moeilijk het vak is. En dan is het ook leuk als je elkaar daarin af en toe kunt ondersteunen. Maar ook wat betreft spelmomenten. Als je bijvoorbeeld op tv kijkt en je ziet dat een scheidsrechter wat verkeerds gedaan heeft. Of juist wel wat goeds. Hebben jullie dan ook contact dat je zegt van, nou, dat ik zo gedaan, of dat doet hij minder, dat niet zo? Nou, dat doe je vooral met de collega's waar je best wel een diepe relatie mee hebt. Hè? In die zin dat je elkaar kunt vertrouwen dat als je dat bericht brengt, dat je dat ook vanuit goede bedoelingen doet. Maar we hebben natuurlijk heel veel scheidsrechters en ik ga niet met iedereen zitten hebben. Maar er zijn er een paar die, ja, daar ben ik close mee. En zij met mij en dan helpen we elkaar. En dat kan zijn in de rust of na afloop van de wedstrijd, dat je elkaar wel even laat weten van, hey, het gaat hartstikke goed, ga zo door. Ja, en je floot de halve finale van het EK. Wat heeft die ervaring met jou gedaan? Ja, het EK, het was voor mij mijn debuut EK. En sowieso is dat natuurlijk gewoon een onwijs prachtige ervaring om dat mee te maken. Op het allerhoogste podium in Europa. Ik weet dat de openingswedstrijd die ik heb gefloten, daar hebben meer dan 100 miljoen mensen naar gekeken. Ja, dat is wel onwijs kicken. De spanning en de druk die je voelt op een EK bij dat soort wedstrijden, ja, die kun je niet vergelijken met Eredivisie en zelfs niet met de Champions League. Dat is nog even een stap hoger. Wel leuk. Ja, het is heel erg leuk. En ik had nog een vraag voor jou. Ja? Die journalist die had het maar steeds over een hattrick van Haller. Ja. En ik ben nog uit de tijd dat een hattrick, die moet in één helft volgens mij gescoord worden. En die doelpunten, die vier doelpunten, die kwamen in twee helften. Klopt, ja. Ja, ik weet, de hattrick die komt oorspronkelijk uit cricket. En daar geldt het zo dat je drie punten kunt maken in de hele wedstrijd. Maar bij het voetbal hebben we er in ieder geval een voorwaarde aan gesteld dat het inderdaad drie doelpunten moeten zijn in één helft. En dan mag dat tussendoor niet door een medespeler gescoord zijn. Dus dan zou in dit geval inderdaad de hattrick niet helemaal opgaan. Okay. Maar in de cricket wel dus. Nou, bij deze voor de reporter. Ja, dat goeie vraag, Maarten. Weet hij dat ook, ja. Ik ben blij dat ik hem weet, want anders had ik hier natuurlijk Nee, dat vind ik wel knap. Maarten, jij zei van, je hebt een hele andere tijd met Ajax meegemaakt. Ik heb de jaren 70 ook heel langs het veld gestaan, hè, met Michels en Cruijff en Keizer en Zuurbeer, noem ze allemaal maar op. Die wedstrijden die je nu op televisie ziet, hebben die nog hetzelfde, maken die nog hetzelfde bij je los als dat je vroeger naar Ajax keek? Nee, maar ik denk dat meer aan mij ligt. Dat je niet meer zo fanatiek bent. Maar ik heb gisteren ook wel genoten, hoor. Ik wou wel zeggen. Geweldige wedstrijd. Ja. Nou, vond jij het voetbal beter nu dan toen? Nee, ik vond het als kijkspel vond ik het aantrekkelijker. Toen? Toen. Ja. Want het is nu allemaal toch, het gaat allemaal veel sneller en fysieker. Ik ben het er niet mee eens dat ze zeggen van, nou, als je een bal naar voren kan trappen, dan verdien je meteen een paar miljoen. Ik denk toch niet dat helemaal zo is. Er was veel meer ruimte. Het werd niet kapot gemaakt door allerlei tactische overwegingen. Het voetbal is nu een beetje een wetenschap ook geworden. Ja. En dat was het vroeger. Was dat niet. Om een voorbeeld te noemen, het was ook, hoe lullig het klinkt, het was gezelliger. Ik heb nog in het oude stadion van Ajax, dan hoorde je alles wat er gezegd werd. In de meer. En ik zal nooit vergeten dat je daar dan als jongetje op die tribune zit. En Van Hanegem had de bal, Happel zat op de bank. En op een gegeven moment roept Happel tegen Van Hanegem in een aanval, Willem naar voren! En Willem die zet zijn voet op de bal en die zegt, je vader hebt flaporen. Ja, die humor is er ook een beetje uit. Ja, maar die trainers zijn er toch ook helemaal niet meer? Die trainers zijn er ook niet meer. Er zijn de types van Korbach en Skistemaker en Joeks en noem ze maar op, van vroeger Popovic. Maar Joeks ook niet te vergeten. Ja. Ja. Markante persoonlijkheden. Ja, en Michels toch ook, weet je wel. Ik bedoel, dan moet je ook maar opkomen. Maar ik weet nog dat ze stonden voor een belangrijke Europacup-wedstrijd, stonden ze in die twee rijen in de hal, op weg naar het veld. En toen liet Zuurbeer een scheet. Ik heb het van Zuurbeer, dus ik heb het uit eerste hand. Die liet een scheet waarop Michels zei, mag ik het geluid nog een keer horen, meneer Schilperhout?
Ja, die trainers heb je toch niet meer. Meneer Schilperhoort. Ja. Kees Schilperhoort. Kees Schilperhoort. Ja, Kees, ja, ja. 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 Ja, ai, mooi. Ja, als je dat zo hoort, denk je dan van... Dat was ook wel een tijd waarin ik had willen fluiten. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is natuurlijk moeilijk te vergelijken voor mij. Je hebt 38, dus ja. Ja. Dat is ruim voor je tijd. Ik, ja. Johnny Rep, die een keer tegen Frans Derk, die floot voor buitenspel. Terwijl Rep volgens hemzelf niet buitenspel stond. En toen riep Johnny Rep ook dat het hele stadion kon horen. Als je nog één keer voor buitenspel fluit, dan pijp ik je nooit meer. Ja, dat kan je nu niet meer voorstellen. Nee, dan... Zou je er dan uitgestuurd worden? Ik denk het wel. Ik denk dat je een groot probleem hebt. Echt waar? Ja, een MeToo'tje. Tenzij er van houdt natuurlijk. Ja, maar ja, dan nog. Ben je nu echt serieus? Echt dat serieus? Je uitgesteld, uitgestuurd wordt voor zo'n opmerking? Nou, nee, tegenwoordig moet je wel uitkijken met seksistische opmerkingen en zo. Ja. Ik bedoel, dat kan zomaar verkeerd vallen. Vind je pijpen seksistisch? Nou, niet. We nemen nu wel een hele rare afslag. Maar ik wilde van jou weten, had je het leuk gevonden om in die tijd te fluiten? Ja, dat weet ik niet, omdat ik natuurlijk niet in die tijd heb gefloten. Maar ik denk wel dat het makkelijker zou zijn voor de scheidsrechter. Want tegenwoordig, er zijn natuurlijk zoveel meer camera's. We hebben nu een VAR die mee zit te kijken. Ja, alles ligt onder een vergrootglas. En ik heb het idee dat in die tijd, als we een stukje teruggaan, had je 1 of 2 camera's. En de herhaling was vanuit dezelfde camera. Dus veel ging natuurlijk ook gewoon langs de camera heen. Maar ik zie nog wel eens beelden uit die tijd. Dat ik denk van, mijn god, dat kon. Ja, nou ja, overtredingen bedoel ik dan, hè? Ja, zeker. Maar dat hoor je ook, hè. Ik bedoel, in de loop der jaren zijn al die spelregels natuurlijk steeds verder uitgebreid. Steeds minder is mogelijk, omdat de veiligheid van de spelers beschermd moet worden. Ja, en daarin ligt natuurlijk wel een rol van de scheidsrechter. En juist doordat alles zo in beeld is, wordt er ook meer gevraagd van de scheidsrechter. Ja. En de VAR. Ja. Wat heb jij daar eigenlijk mee? Is het goed dat het er is? Of denk je van, nou ja, ik heb wel eens momenten dat ik denk, dat die zij altijd hebben, dat je denkt van, nou ja, voor mij hoeft dit even niet. Nou, vooropgesteld ben ik wel van mening dat de VAR een meerwaarde is voor het voetbal, voor de sport. En dat hebben we natuurlijk niet alleen in het voetbal. Er zijn natuurlijk verschillende takken van sport, ook videoscheidsrechters. En het zorgt er gewoon voor dat het eerlijker verloopt. Ik bedoel, doelpunten die in het verleden werden gemist, die worden nu gezien. Penalties die zijn gemist of rode kaarten. Ja. Dus het maakt het eerlijker. Aan de andere kant vind ik ook wel dat de kracht van een scheidsrechter kan ook zijn dat je in de geest van een wedstrijd fluit. En dat je bepaalde dingen aanvoelt. Hè, wat goed is voor het spel, voor het publiek. En met een VAR wordt dat wel soms een beetje onmogelijk gemaakt. En dat is wel eens lastig. Dat je niet je eigen keuze kunt maken. Ja, nou, op het veld inderdaad. En dat je dan soms naar een scherm wordt geroepen. En dan sta je voor het scherm. En veelal hebben ze gelijk, hè, de videoscheidsrechters. Want ze hebben natuurlijk al die herhalingen gezien. Dus over het algemeen zitten ze ook vaak goed. Maar het komt ook wel eens voor dat ze dan niet goed zitten. Want het blijft wel een subjectieve mening die de videoscheidsrechter ook heeft. Ja. Ja, en dan moet je als scheidsrechter wel een sterke persoonlijkheid zijn en willen zijn. Dat je ook durft te zeggen voor het scherm, sorry, maar ik volg mijn eigen weg. Ja. Maar vind jij nou ook niet dat het ook een beetje bij het voetballen hoort, dat een scheidsrechter, ja, misschien is het wel ouderwets, maar een scheidsrechter die moet ook een keer een foute beslissing kunnen nemen. En ik denk dat het over het geheel maakt het allemaal niet zoveel uit. Ja. Weet je? Dus de ene keer maakt hij fout in het voordeel van de ene partij en de andere keer in het voordeel van de andere partij. Maar zo makkelijk als dat jij daarover praat, Maart, want ik wou dat het zo was, zo denken niet heel veel supporters. En daar lopen wij natuurlijk wel tegenaan. Er zijn in het verleden best wel wat scheidsrechters die uiteindelijk zijn gestopt vanwege doodsbedreigingen. Vanwege het feit dat hun carrière door een fout gewoon ten einde is gekomen. Omdat er geen zijn de doodsbedreigingen nu minder met de VAR, denk jij? Ja? Ja, zeker. Ik heb in de periode dat ik geen VAR had, heb ik ook doodsbedreigingen gehad. En veel meer dan nu. Ook zelfs een keer politiebewaking gehad om een omstreden beslissing. Dus ik bedoel, kijk, de grote schandalen die we in het verleden hadden, nou, daar kunnen we er een aantal van noemen. We hebben de hand van God. Ja. Hè, van Maradona hebben we. We hebben de handsbal van Thierry Henry, waardoor Ierland niet naar het WK ging. We hebben de goal van Lampert, die niet werd gezien. Ik bedoel, daar wordt een speler en een scheidsrechter zijn leven lang aan opgehangen. En dat is verleden tijd. Oké, inderdaad, met de VAR had dat doelpunt van Maradona nooit afgekeurd geworden. Ja, maar dan hadden we nu ook nooit meer. Ja. Nooit goed gekeurd. Nooit goed gekeurd geworden. Maar dat ik vond toen ja, Reitsma... Nee, wij vinden het een prachtig moment. Ja, toch? Want we hebben het er nog steeds over. Ja. Kijk, en door de VAR hebben we dat soort momenten niet meer. Alleen als je de scheidsrechter bent, ben je wel de rest van je leven de slemiel. Ja. En de tegenstander ook. Ja. Van Maradona.
Ja. Dus weet je, de VAR heeft een meerwaarde als ze hem op de goede manier inzetten. En dat hij alleen echt ingrijpt op de momenten dat we zeggen, ja, weet je, dit is gewoon overduidelijk fout. Maar dan word jij afgelopen dinsdag bij Lille 2 keer door de VAR in de oor getoeterd. Geen doelpunt, geen penalty. Klopt, ja. Wat denk je dan? Ja, ik moet zeggen dat elke VAR-ingreep zie ik als falen. Want dat betekent dat je hulp van buitenaf nodig hebt, terwijl we dat eigenlijk op het veld zouden moeten zien. Dus mijn streven, en niet alleen van mezelf, maar ook van mijn collega's, is altijd beter willen zijn dan de technologie. Want als je gaat leunen op de VAR, ja, dan sta je bijna elke week voor het scherm. Dus het moet niet te overhand. Nee, het moet niet te overhand. Je was streng voor jezelf, hè? Ja, maar ik vind dat ook nodig. Want als ik ga denken, oh ja, er is een VAR en als ik een fout maak, dan dat is niet waarom ik het veld op ga. Ik wil als scheidsrechter beslissingen nemen en ik wil ze graag goed nemen. En als ik ze niet goed neem, dan ben ik blij dat er iemand achter de schermen zit die mij kan helpen en het spel kan behoeden voor een oneerlijke beslissing. Maar vind je nu eigenlijk dan, Danny, dat het te veel is? Te veel VAR? Soms wel. Ik vind wel, we moeten oppassen. Kijk, de gedachte achter de VAR was om de grote fouten, de schandalen, waar de kranten vol van stonden, waar iedereen het over had, waar we het over jaren nog over hebben, om die eruit te halen. Ja. En nu gaan we het steeds meer verleggen naar dat kleine plukje, dat kleine duwtje, dat kleine voetje op die voet. Ja, ja. Het spel wat echt zo'n stukje is. En maar, je denkt van, je ziet het amper. Maar in het verleden was daar nooit discussie over. Nee. En nu met de VAR gaan we er in één keer allemaal de nadruk op leggen. Dus we moeten wel oppassen dat we niet doorslaan. En ook die hensballen, weet je wel. Daar word je toch ook gek van. Dat snapt de scheidsrechter ook niks meer van. Nee, daar ben ik heel met je eens. En dat is wat ik bedoel. Dat voetbal steeds meer een wetenschap wordt. Hè? Ja, dat zien we ook met buitenspel. Hè. Je kunt nu met een neushaar buitenspel staan. Ja. Dus men zegt, het wordt een beetje PlayStation voetbal. Ja, het laatste woord over de VAR zal nog niet gesproken zijn. Maar wij gaan even door naar het programma van het komend weekend. AZ speelt natuurlijk zondag om 16:45 in Almelo tegen Heracles. Je kunt het niet over AZ hebben omdat die tegelijkertijd spelen in de Conference League op het moment dat dit programma wordt opgenomen. Telstar speelt tegen Dordrecht uit. Dat is de nummer 19 tegen de nummer 20. Dat is een kelderkraker in de eerste divisie. Wij willen heel graag winnen. Ik heb je ook wel eens gesproken. Toen zei je altijd van, we willen eigenlijk zo ver mogelijk uit de buurt blijven van FC Dordrecht. En Helmond. Ja, maar nu staan jullie heel dicht bij elkaar. Baal je daarvan of is dat een flauwe opmerking? Nee, met alle respect. Er zijn natuurlijk veel jaren geweest waarin Dordt en Helmond de onderste teams van de eerste divisie vormden. Helaas met Telstar in de buurt. En dat heb ik 2 jaar geleden wel als doelstelling benoemd. Laten we nou proberen daarvan weg te komen. Ondanks dat we minder budget hebben dan beide. Nou, het is 2 jaar gelukt om niet in die regionen te eindigen. Nu staan we daar, maar wij gaan daar niet eindigen. Dus natuurlijk, daar willen we niet staan. Maar we staan er wel en dat moet je niet moeilijk doen. Dan heb je het niet goed genoeg gedaan tot nu toe. Danny, is er verschil tussen Dordrecht tegen Telstar of Lille tegen Wolfsburg? Nou, in ieder geval de grootte van het stadion. Ja, maar ook voor jezelf? Ja, kijk, als je alleen al kijkt naar het verschil in tempo in een Champions League, dat gaat wel even net wat sneller. Maar uiteindelijk blijft het gewoon 11 tegen 11. En zo benader ik elke wedstrijd. En elk team, maakt niet uit waar je fluit, die verdient gewoon een gemotiveerde scheidsrechter die het serieus neemt. Ja, dus het is niet zo dat je even ietsje makkelijker... Nee, want ik fluit ook een aantal wedstrijden per seizoen in de keukenkampioendivisie. En dat zijn niet altijd makkelijke wedstrijden. Nee. En dat is ook gewoon omdat het vaak wat onvoorspelbaarder is. Je kunt het wat moeilijker lezen. En de belangen zijn net zo belangrijk voor de clubs in de keukenkampioendivisie als in de Eredivisie, als in de Champions League. Want iedereen wil promoveren, niemand wil degraderen. Daar hangt financieel veel van af. Dus welk niveau je ook fluit, het is voor elke scheidsrechter belangrijk om gewoon een goede prestatie te leveren. Ja. Maar als de aanstelling komt en jij hebt Dordrecht Telstar, terwijl er ook PSV Feyenoord dit weekend is... Nou, ben jij niet blij? Heel eerlijk, ik zou je vertellen, ik vind het soms echt ook gewoon lekker om in de keukenkampioendivisie te fluiten. Want er is gewoon net even wat minder aandacht op vanuit de media. Er is geen VAR, wat minder camera's. Dus je kunt ook wat onbevangener fluiten. En de voetballers, die waarderen het ook heel erg. Ja? Want ik bedoel, als FIFA scheidsrechter kom je niet zo vaak in de keukenkampioendivisie. En doordat wij daar worden aangesteld, laat je ook blijken dat je ook die club serieus neemt. Ik zit te denken, Maarten, de eerste divisie, dat is natuurlijk nog een beetje het pure voetbal. Hè? Daar hoor je inderdaad nog in het stadion een opmerking van een speler of een trainer. Want daar zit natuurlijk niet zoveel publiek. Ja, nee. Dat is een beetje de charme nog. Ja, eigenlijk, wat ik het leukste stadion vind om naartoe te gaan, dat is Sparta, niet voor het voetballen. Maar daar heerst ook nog een beetje die ouderwetse sfeer. Ja. Nostalgie, hè? Dat ben je toch allemaal. Jij bent een Rotterdammer, hè? Nou, nee, ik kom uit Dordrecht.
Oh ja, dat is toch even... Mag je sowieso Dordrecht niet fluiten? Dus, Nee, Dordrecht mag niet fluiten. Nee. Ik zag wel dat er een scheidsrechter uit Amstelveen nu op Ajax Cambuur staat. Ja. Kan dat wel? Ja, maar dat is dan net niet Amsterdam. Dat is het criterium? Ja, ja, nee, het gaat echt om de woonplaats. En als je er net buiten woont, dan is dat geen... Kijk, heel eerlijk, ik vind sowieso eigenlijk een beetje waanzin dat er vanuit wordt gegaan als je de club fluit uit je stad, dat je die dan zou bevoordelen. Ik bedoel, we zijn allemaal integer. We zijn niet op dit niveau gekomen om een club te bevoordelen. Maar om de schijn te voorkomen is het beter. Maar als klein jongetje had jij toch een poster van Dordrecht boven? Ik stond bij FC Dordrecht op de tribune. Ik ben de steward geweest. Ja. Dus ja. Oké. Okay. Kun je het een beetje combineren? Ja. Nee, met je werk en het fluiten? Ik moet zeggen, en dat is echt niet gelogen, maar de politie is wat dat betreft echt een topwerkgever. Want het houdt echt rekening met andere zaken dan alleen politiewerk. Je bent natuurlijk veel weg. Ja. Voor je Klopt, ja. Ik werk 2 dagen per week. Soms 3, soms 4, maar soms ook geen 1. Hè? Nee. Dus als je op een EK bent, dan ben je gewoon 5 weken weg. Ja. Of Champions League 3 dagen. Maar ik krijg alle medewerking. En wat dat betreft probeer ik ook een uithangbord te zijn voor de politie. En politiewerk is gewoon het mooiste wat is. Ik heb het ook niet nodig financieel. Ik kan op dit moment leven van het fluiten alleen. Omdat ik ook internationaal fluit en nationaal. Maar het politie zijn zit gewoon in me. Ja, dus het is voor jou niet dat je die 2 dagen ook nog inlevert? Nee. Ik vind het ook gewoon leuk om naast het voetbal ook nog iets anders erbij te doen. Maatschappelijk betrokken blijven. En politiecollega's, ik vind het heerlijk. Je zit aan het bureau, hè? Ja. Nu? Ja. En wat is precies jouw taak? Ik heb voorheen op straat gewerkt. Dus gewoon op de bus de 112 meldingen rijden. We noemen dat de spoed en nu. Dus dan zie je echt alles van lief en leed tot de meeste erge dingen. En sinds 3 jaar nu ben ik leidinggevende bij de politie. Dus ik maak onderdeel uit van het managementteam als chef. En dat betekent eigenlijk dat we zorgen voor de dagdagelijkse aansturing van de collega's die op straat werken. Oké, okay, mooi. Ja. Ja, Jasper van Leeuwen, hij is de technisch directeur van SC Volendam. Hij heeft een interview gegeven en hij reageert op de hectische periode, de laatste dagen van de transfermarkt. Je kan het je misschien nog wel herinneren. Mickey van der Ven spande een arbitragezaak aan tegen SC Volendam, omdat hij heel graag naar Wolfsburg wilde. Ja, hij verloor uiteindelijk de zaak, maar ging alsnog naar de Duitse club. In die arbitragezaak werd gesuggereerd dat Team Jonk financieel beter werd van een transfer. Wat er kan bij Volendam is dat het bestuur een bonus uitkeert op basis van hele goede sportieve prestaties. Dat is aan het bestuur. Dus als het bestuur vindt dat het heel goed gaat met de club in allerlei opzichten, sportief, ontwikkeling van talent en zo, dan zou het bestuur een bonus kunnen toekennen. Maar het is niet zo dat dat een zekerheid is. Dus het is ook absoluut niet zo. Wat de suggestie die ik van sommige mensen heb gehoord, dat wij een belang hebben in een paar spelers of zo. Dat werd een beetje gesuggereerd. Ja, dat mag helemaal niet. Dat kan helemaal niet. En dat zou ook heel ongezond zijn. Dus het is niet zo... Omdat je andere belangen dan hebt. Ja, want stel, dan zou je een soort kunnen zeggen, nou, dat Team Jong dat investeert in Pietje of in Klaasje of in Jantje. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is absoluut niet het geval. Maarten, ik weet niet in hoeverre je dit gevolgd hebt, die arbitragezaak van Mickey van der Ven. Ja, ik heb wel iets van gelezen. Ja. Denk je dat dit zou kunnen kloppen? Daar heb ik te weinig verstand. Ja, wat hij dat zegt, de technische staf er financieel wijzer van wordt als je een speler verkoopt? Ik denk het niet. Nee. En Wim Bionk lijkt me een hele correcte man die niet met dubieuze praktijken bezighoudt. Nee, want dat mag niet voor de duidelijkheid. Jij hebt het ongetwijfeld ook voorbij zien komen. Ja, maar ik sluit me aan. Inhoudelijk weet ik daar te weinig van om daar een mening over te vormen. Ik weet alles van arbitragezaken, maar op het veld en niet binnen Hij zat op de bank, hè, bij Wolfsburg, voor de duidelijkheid, bij jouw wedstrijd. Ik zat te denken, scheidsrechters die naar het buitenland gaan tegen een leuke vergoeding, kan dat eigenlijk? Nou, dat gebeurt dus niet. Je fluit wel eens af en toe een finale in het buitenland voor een leuk zakcentje. Je ontvangt wel af en toe uitnodiging van het buitenland voor speciale wedstrijden. Dat ze je ergens vragen voor een bekerfinale of voor een belangrijke wedstrijd in de competitie. Dat heeft dan vaak te maken dat er landen waar dan op dat moment niet zoveel vertrouwen is in hun eigen scheidsrechters. Of waarbij de clubs gewoon vragen om een buitenlandse scheidsrechter. Maar transfers zijn er nog niet, maar daar wordt wel eens over gesproken. Dat gaat toch komen op een gegeven moment? Ja, er zijn mensen in de arbitrage die denken dat dat de toekomst is. Dat Danny Makkeli voor 3 miljoen verkocht wordt aan de Duitse voetbalbond of zo. Dan zeg je niet 2 dagen. Ik denk dat er ook in Nederland blij zijn als ik hier weg ben. Er zit zelfs zo te zien ook geen gouden horloge meer in, hè?
Nee. Een uitwedstrijd tegen Real Madrid. Dit is gewoon een heel goedkoop horloge. Ja, ja. Hey, Danny, maar die twee dagen die lever je dan in, hè? Die lever ik in. Ja, okay. Dat okay. is bij deze afgesproken. Ik hou je eraan. Goed, we zijn ongeveer halverwege van het programma. En we gaan er deze keer niet uit met Ed Guit, maar met een heel ander persoon. Kijk u maar. Edward. Hey, goedemorgen. Goeiedag. Waar is Ed? Ja, Ed heeft een paar dagjes vrijgenomen. Dus, een paar dagjes vrijgenomen? Ja, hij kon niet winnen, dus ik dacht, dat doe ik het maar een keertje. Ja, maar dat gaat mij niet overkomen natuurlijk. Nou, moet jij eens opletten. Ik heb een mooie pak aangetrokken. Ja, dat wel. Speciaal voor mij natuurlijk. Waar leggen we de kuk neer? In de tuin, in de voortuin van mijn ouderlijk huis. Klein voortuintje. Zo. We spelen dan om... kontje blauw. Ja, dus, helemaal goed. Gebek staan en dan schieten. Heerlijk ouderwets. We gaan een spelletje spelen. Altijd leuk. En ik ga winnen. Ja, echt waar joh. Ik ga winnen. Ja, nee. Dat is één lantaarnpaal. Ja, vind ik knap. Toch lekker dit hoor. Ik zit prima. Doe je nog wat in het voetbal? Ik ben een beetje begonnen met scoutingswerkzaamheden. Oké. Okay. En toevallig heb ik vorige week mijn eerste twee wedstrijden bekeken in de keukenkampioen divisie. Heb ik 7 spelers gescout. Ik was bij Dordrecht VVV. Dat werd 0-1. Door een 17-jarige middenvelder. Die maakte het enige goal. Ja, qua leeftijd zit daar denk ik wel potentie. Het was wel een leuk spelertje. Ja. Ja, ik heb hier heel veel gevoetbald. Ja. En ja, er was heel veel schieten tegen die muren en vooral tegen die boksen. En ja, je kan je een beetje voorstellen wat voor geluid dat geeft voor die mensen die hierboven wonen. Ja, maar niet fijn. Nee, dat is voor die mensen niet fijn. Er werd ook wel veel over geklaagd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, het trok ons niet heel veel van aan. Nee! Laat liggen! Oh! Pardon! Mooi pakken dan. Dankjewel! Kijk, Jack. Hoi. Doe dat weer. Of nee? Echt? Hij doet het gewoon. Nee. Wat is dat nou? Jij kan de druk niet aan. De druk van het moeten. Oh! Ja, kijk. Kijk, nu heb je nog maar één poging. Ja. Niks tegen te doen. Hey, één keer doe ik het. Ed. En ik weer gewoon, hè? Ja. Maar ja, bij Telstra verloor je ook meer dan dat je won. Ja, uiteindelijk wel, toch ja. Ja, helaas. Het was niet elk seizoen zo, maar... Maar goed, gelukkig wonnen we bij Volendam en Helmond Sport wel wat minder dan we verloren. Dus dat compenseert weer een beetje. Ja. Hey, twee, komt-ie! Au. Nou. Ja. Doe mee, hè? Anderhalf keer geraakt. Dank, man. Van de 3. Ik vond het knap. Yes. Ja, ook dankjewel. Leuk dat je meedeed. Voor deze mattelgang. Heb je dat pak zelf gemaakt? Kan ik helaas geen mededelingen doen. Nou, als je wil het hebben. Voor goed doel. Hij was lekker met Edward Dekker. Ja, wel opvallend dat Ed dus nog geen één wedstrijd heeft gewonnen. Nee, 2 gelijk en een paar verloren. 4 verloren, ja. Maar volgende week is hij wel weer terug, hoor. Maar volgende week is hij terug. Maar zit jij dan hier aan tafel met dat pak? Met dat pak? Nee, dat dacht ik niet. Nee, dacht nee, oké. Okay. Dacht ik niet. Zou hem in de kliko gooien. Goed niet mooi? Danny, trap je graag tegen een balletje? Of? Ja, dit komt iedereen bekend voor, denk ik, die buiten op straat heeft voetbal. Lekker buitenballen. Ja, en ook de mensen die er overlast aan hebben aan ondervonden. Ja. Ik bedoel, als klein jongen liep ik ook met mijn vriendjes te voetballen op het schoolplein en op het pleintje in de straat. En er waren er ook altijd mensen inderdaad die liepen te klagen dat die ballen doordreunden tegen de huis aan. Ja. Ja. Maarten, wie wilde jij vroeger zijn? Wim Suurbeer. Ja? Nou, dat komt. Bij ons wilde natuurlijk iedereen of Johan Cruijff of Piet Keijzer zijn. Ja. Maar toen had ik ergens in de krant gelezen dat Wim Suurbeer een kale elftalbegeleider van het Nederlands elftal tijdens een diner met zijn geslachtsdeel een hersenschudding had geslagen. Ja.
En ik moet zeggen, op een gegeven moment, als er zoveel tijd overheen gaat, op een gegeven moment werden wij vrienden. En toen heb ik het Willem eens gevraagd. Want af en toe denk je, zou dat nou, heb ik dat in mijn fantasie uitvergroot of wat dan ook? Dus uitvergroot. Ik vroeg, ja. Tegenwoordig heet dat swaffelen, hè? Ja, swaffelen. Ja, nou, ook op een kaal hoofd? Dat weet ik niet. Dat weet ik ook. Maar ik zei, Willem, is dat nou waar wat ik altijd onthouden heb van jou, dat je dat gedaan hebt? Toen zei hij, nou, ik heb hem wel met mijn geslachtsdeel op zijn kale hoofd geslagen, maar hij had geen hersenschudding. Dus dat was heel geruststellend. Hey Maarten, jij hebt, er liggen hier trouwens mooie boeken van jou hier op de tafel. En ja, volgens mij heb jij ook wel wat met een scheidsrechter gehad. Ja, ik heb dit geselecteerd. Dit boek is net uit. Dat heet Toen Godenzonen Niet Bestonden. Met een iconische foto van Paul Huf. Dat is ja. Ook uitgekozen tot een van de 100 meest iconische foto's van Nederland. Hangt ook in de arena. Ja. En ik dacht, het is misschien wel passend om met Mekkeli naast me om dit verhaal eventjes voor te dragen. Het verhaal heet Een zure appel. Joop Appel, de jongste broer van Karel Appel, was een echte appel. Hetzelfde norse bolle hoofd als zijn beroemde broer, de cobra-schilder. Snorren blijven moeilijk plakken in het geheugen, is mijn ervaring. Dus of Joop ook een snor had, kan ik me niet meer herinneren. Meneer Appel was jeugdscheidsrechter bij de Amsterdamse Voetbalbond. De voetbaljeugd was een beetje bang voor hem. Paul, een teamgenoot van mij, had een keer al zijn moed verzameld en hem bij het hek van het voetbalveld gevraagd of hij zelf ook schilderde. Alleen plinten, had Appel geantwoord en was meteen doorgelopen. Of Joop zich door deze vraag beledigd had gevoeld, was niet duidelijk, maar bij de controle van de spelerspasjes werd Paul door hem naar huis gestuurd omdat zijn pasfoto onscherp zou zijn. Appel liep altijd hoofdschuddend over het veld. Wij dachten vanwege ons spel, maar hij bleek Parkinson te hebben. Omdat hij zijn spieren niet in bedwang kon houden, kostte het fluiten hem enige moeite. Regelmatig verzandde een snerpende fluittoon in machteloos gesputter. Dan zagen we zijn fluit door de lucht vliegen. De dichtstbijzijnde speler moest het natte ding uit het gras vissen en bij hem terugbrengen. Soms ook legde hij de wedstrijd stil om zijn neus in een vaalwitte lap te snuiten. Er was één man die Joop Appel een prima scheidsrechter vond. Dat was Joop Appel. Tijdens een wedstrijd wilde hij eens iemand uit het veld sturen vanwege een vermeende overtreding. Met moeite wist ik hem toen te overreden zijn beslissing te herroepen. Meneer Appel, die jongen moet zijn ziekelijke moeder verzorgen en zijn vader zit in de gevangenis. Hij kan de wedstrijdspanning niet aan. Een kwartier later schoot onze keeper uit woede een bal in Appels gezicht omdat hij een zuiver buitenspeldoelpunt goedkeurde. Je mag mijn hond niet eens fluiten, blinde, beet de jongen hem toe. Toen ik Joops fluit terugbracht, wist ik hem andermaal om te praten. Ook deze jongen hoefde er niet uit. Even later werd ik hard onderuit geschopt, waarna Joop liet doorspelen. Ik riep alleen maar, scheids, kom op nou. Maar kennelijk was ook dat hem te veel. Joop was onverbiddelijk, ging op mijn tenen staan en blies woest op zijn fluit. Het veld uit, commandeerde hij, terwijl de klodders speeksel in het rond vlogen. En daar ging ik. Vele jaren later, ik was al lang met voetballen gestopt, kwam ik Joop tegen in de Bos- en Lommerbuurt. Oud en slecht ter been. Hij was folders in brievenbussen aan het duwen. Meneer Appel, zei ik, dat u op uw leeftijd nog reclameblaadjes moet bezorgen. U heeft toch een rijke, beroemde broer? Appel stopt abrupt met zijn werk en keek mij van onder zijn borstelige wenkbrauwen doordringend aan. Hij ging bijna weer op mijn tenen staan. Jongen, zei hij moeizaam sprekend, ik ben van Karel nog nooit 1 cent wijzer geworden. Als kind heeft hij eens een gulden ingeslikt en die kwam er van achteren als een dubbeltje weer uit. Kun jij een geheim bewaren? Dit weet niemand. Weet jij waarom Karel zijn verf zo woest op het doek kwakte en zei dat hij maar wat aanrotzooide? Omdat hij die verf gratis kreeg van Vette Winkel op de Prins Hendrikade. Joop raapte zijn folders bij elkaar en liep verder. Hoofd schudden. Ja, hij is mooi. Mooi. En zo staan er nog meer van die pareltjes in. Dan weet je ook gelijk waarom ik er een baan naast houd. Want anders sta ik dadelijk folders uit de deur. Ja, goed, ja, dat is niet best. We hebben ook herinneringen. Ja, Danny, er ligt een... Ja, je moet goed kijken, maar het is een fluitje. Een scheidsrechtersfluitje, ja. Schat ik zo in. Ja, dat is een koppertje. Ja, jullie vroegen iets mee te nemen wat belangrijk is eigenlijk in het leven. In mijn leven, in mijn carrière.
Ja, dan kom ik eigenlijk op dat hele kleine plastic fluitje. En dan zullen de mensen thuis denken, maar waarom dan? Nou ja, omdat dit hele kleine fluitje van maar 10 euro... mij wel de hele wereld overbrengt. En dit heeft mij uiteindelijk aan het fluitje gebracht. Ik dacht dat je zou zeggen, het hele kleine fluitje van maar 10 mijlo. Je zei maar 10 euro. Serieus, daar fluit je toch niet mee? Ja, dit is de scheidsrechtsfluit. Het is een professionele fluit, de Fox Classic. Voor 10 euro? En die koop je voor 10 euro. En dit is dus niet zoals we in het verleden hadden een fluit met een balletje. Want zo'n ert die er dan in zit, die blijft door speeksel of door vocht blijft dat plakken. En dan krijg je een heel raar geluid. En de stadions zijn natuurlijk nu zo groot met tot 100.000 mensen. Dus de decibel uit zo'n fluitje is heel hoog. Nee, maar het is gewoon mooi dat één zo'n klein dingetje, dat mijn baan is. Dat me overal brengt waar ik op dit moment ben geweest. En zou je er even op kunnen fluiten? Zo. Ah, dat komt. Ja, dat is goed, hè? Fluitje. Heb jij ook goed, een fluitje van 10 euro? Maar gebruik je die ook niet in de Champions League? Nou, mijn fluitje is niet eens 10 euro waard. In de Champions League fluit je met een ander fluitje, toch? Ja, in de Champions League heb ik een andere fluit. Heb ik een andere fluit, omdat daar de decibel weer nog hoger van is. En in de Champions League heb je grotere, vollere stadions. En dan is de rijkwijde van dit fluitje net iets te kopen. En hoe kom je aan die fluit? Ja, maar ik wil alles weten. Die kun je kopen in elke sportzaak. Nee, maar die van de Champions League bedoel ik. Oh, online tegenwoordig, hè. Oké. Ja. En die is wat duurder. De Valkyrie Molten, voor alle amateurscheidsrechters, de Valkyrie Molten. En die is wat duurder? Die ligt rond de 50 euro. Cool, zo. Maarten, jij hebt ook nog wat meegenomen. Ja, dit is een hondje, zoals iedereen kan zien. En die stond altijd op de hoedenplank van mijn taxi. Ja. En het leuke was, als mensen een verhaal vertelden en hij was het er niet mee eens, dan ging hij nee schudden. Oh. En was hij het er wel mee eens, dan ging hij met het hoofdje zo, een schattig hondje. Nou, niet blaffen, ook niet. Nee, hij blaft niet. Nee. Even los van dat ik hem een beetje vind lijken op het hondje van Gordon. Zo, ja, dat vind ik weer jammer. Als je zo kijkt in dat. Maar wat is nou de kracht, het geheim van taxi? Het tv-programma is dat, ja. Ja, dat is eigenlijk. Wat was het succes? Nou, punt 1, je moest ijzersterk jezelf blijven. En daarom heb ik ook advies gegeven aan de producent van: zoek het bij die opvolgers nou niet in acteurs, want die praten het liefst over zichzelf. Mm-hmm. Zoek het eerder in de journalistieke hoek. En ik zat er allemaal een beetje tussenin. Mm-hmm. Maar ik heb wel eens tegen iemand gezegd, die vroeg mij dat, een van mijn opvolgers, van wat is het geheim? En toen heb ik wel eens gezegd, nou, als jullie bijvoorbeeld in de taxi zitten en er stapt een vrouw met een baby in, dan zeggen jullie van: God, wat een schattige baby. En dan zegt die vrouw: ja, dank u wel. En wat een leuke baby, ja, daar heb je gelijk in. En eet die al? Of zit die nog aan de borst? Nou, dan kabbelt zo'n gesprek zich verder. En als ik een vrouw met een baby in de taxi kreeg, dan liet ik eerst een stilte vallen. Dat is ook altijd heel mooi, een stilte in een taxi. Heel onaangenaam. En dan zei ik op een gegeven moment, mevrouw, dat komt best wel goed. Nou, en dan zei die vrouw: hoezo? U bent toch ook niet blind? U ziet toch ook wel dat het kind toch niet moeders mooiste? En dan krijg je een gesprek. Dan gebeurt er wat. Dat is televisie. Ze stappen niet uit. Dus, nee, want ze hebben dat kind op school. Ja, dat is moeilijk uitstappen. Ja, elke week sluiten wij ons programma af met ons team. Hè. FC De Aftrap, bestaande uit spelers van Ajax, AZ, Telstar en Volendam. Opgesteld door de gasten die hier de afgelopen weken aan tafel hebben gezeten. Dus Maarten, ik wil verzoeken of jij bij het bord wil gaan staan. Daar overval je me wel mee. Dat dacht ik al. En Nettie komt je assisteren. Dan neem ik ondertussen nog even het elftal door wat er de afgelopen weken verschenen is. Jay Gorter, dat is de doelman van Jong Ajax. Die staat onder lat met van een blessure. Oh, ik heb hem al. Ja, ik zie het al gelijk. Even wachten. Oh, Casius is van Volendam. Dan Timber en Blind van Ajax. En Wijndal op linksback van AZ. Vorige week kwam Mitchell erbij. Erin gezet door Hans de Koning. Klaassen en Gravenberg op het middenveld. Voorin Derrol van Michem. En ingezet door Jack van Gelder, speler van Volendam. Robert Muren en Tadic. En de trainer is Andries Jonker. Jij mag er iemand uithalen en vervangen door een andere speler. Ja, nou, punt 1. Ik ga natuurlijk niet in Volendam een Volendammer eruit halen. Dat doen we niet.
Ik denk dat ik Van Michem eruit haal. Wat ook een beetje meespeelt dat Jack van Gelder hem erin heb gestopt. Haal ik hem er meteen uit. Jij en Jack, dat is niet... Nou ja, daar wil ik verder niet over uitweiden. Hij kreeg ook een rode kaart afgelopen maandag. Dus ja, dus hem, Van Michem. Ja, dat klopt. Van Michem, ja, dat is waar. Dus, en dan wil ik eigenlijk... Ik vond dat persoonlijk de man van de wedstrijd... wil ik Anthony er terugzetten. Ja. Die Haller bediende en die moeten we gaan maken, ja, denk ik, Nettie. Ja, dus die, ja. Weer een Ajax ziet erbij, jongens. Dat is al even kijken. Gaat hard zo. 2, 4, 6. En eentje van jongens, 7 Ajax ziet er staan erin. Ja, terecht. Ja? Is dit een beetje een leuk elftal? Als je dit zo ziet? Ja, maar als je toch gisteren die wedstrijd zag... Ja. Dan zou je zeggen 11 Ajax ziet. Nou, zover wil ik niet gaan, maar ik heb echt genoten. Ja, ja, dat kan ik wel Danny bevestigen. Ja. Danny, ja. Wat denk jij ervan? Wie haal jij eruit en wie zet je erin? Nou, ik weet niet. Kan ik ook iets met scheidsrechters doen? Is dat mogelijk? Jij bent natuurlijk onafhankelijk, wou je zeggen. Ja, jij wil geen... Ja, ik moet natuurlijk onafhankelijk blijven. Dus, Nou, we hadden nog geen scheidsrechter. Dus, ja, laten we is dat, kunnen we dat gewoon... Ja, dan vind ik wel dat het een Noord-Hollandse scheidsrechter moet zijn dan. Een Noord-Hollandse scheidsrechter? Ja. Dus jij bent zelf niet... Nee, ik kan mezelf niet op het bord plaatsen. Nou ja, dan... Er komen natuurlijk een aantal betaald voetbalscheidsrechters uit deze omgeving. Maar de eerste naam die mij dan te binnen schiet is Shona Shukrula. En waarom? Ik vind dat zij echt een rolmodel is voor de vrouwelijke scheidsrechters in Nederland en daarbuiten. Maar met name ook het vrouwenvoetbal. Je ziet dat het vrouwenvoetbal enorm in de lift is. Dat nu ook de Champions League gaat voor het vrouwenvoetbal ook groter worden. Met meer financiële waardering. Vind jij ook dat vrouwen net zoveel moeten verdienen als mannen? Kijk, vrouwen leveren, net als de mannen, ook gewoon topprestaties. Het is qua moeilijk te vergelijken misschien qua fysieke krachten. Maar zij leveren natuurlijk net zoveel ervoor als wij dat doen. En zij hebben dan vaak ook nog een gezin erbij. Sommige voetballers die worden ook nog zwanger, wat er dan tussendoor komt. Ik bedoel, ik denk dat het voor mannen makkelijker is dan voor vrouwen. En met name ook, als je kijkt naar Shona... zij probeert mee te komen in de mannenarbitrage. Dat betekent dat ze ook de mannen testen moet lopen. Dus ze moet aan alle voorwaarden voldoen. En dat lukt haar op dit moment. En dat vind ik echt chapeau. Maar wanneer gaan zij een eredivisiewedstrijd sluiten? Ja, bijvoorbeeld? Ze zit nu zeg maar, in die weg naar de eredivisie toe. Ze is nu vier official in de keukenkampioendivisie. Ze fluit nu in de top van het amateurvoetbal, tweede divisie. En als zij zich goed blijft ontwikkelen... ze fluit in het buitenland in de Vrouwen Champions League. Laatst was ik met haar op een UEFA-seminar in Oostenrijk. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat Shona echt wel veel credits verdient. We zetten erop op het bord Shona Shukrula, scheidsrechter van ons team FC De Aftrap. Ja, we zijn aan het eind gekomen van... We zitten in blessuretijd zelfs. In blessuretijd zitten we, ja. We zijn aan het eind gekomen van ons programma. En ik wil natuurlijk allereerst onze gasten bedanken. Wij willen onze gasten bedanken. Danny en Maarten, hartstikke leuk dat jullie er waren. En we hebben ervan genoten. Graag gedaan. Erg leuk. Dankjewel. Ik vond het ook hartstikke leuk. Ja, top. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending, Jack, aflevering 8. Dan met Jaap de Groot. Jaap de Groot, natuurlijk bekend van de grootste krant van Nederland. Hij werkt nu voor het Parool. En Martin van Ophuizen. Het was in het verleden trainer van Purmerstein, is nu zaakwaarnemer. En dus, oudspeler van AZ. En oudspeler van AZ. Ja. Ja, ja. Dat allemaal volgende week. Dus graag tot dan. Fijne avond. De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar en Zwarthoed, adviseurs en verzekeringen, Mick Volendam, kraanverhuur, Tol, plaatwerk, Kras Recycling en Kivo Plastic Verpakkingen.